We willen als organisatie dieper ingaan op alles wat te maken heeft met zwart zijn. Ik ben Jao Manunga Victoria Ribeiro. Ik ben 23 jaar. Ik studeer business management en marketing hier in Brussel op Odyssee. Black History Month Belgium is een organisatie, meer een VZW, die zich focust op de zwarte bevolking hier in België. We willen als organisatie dieper ingaan op alles wat te maken heeft met zwart zijn, als algemeen of hier in België. Dieper en dieper gaan duiven achter onze roots. Echt alles wat te maken heeft met zwart zijn. Dus als het nu van geschiedenis gaat tot activiteiten, evenementen en zo enzovoort. Black History Month Belgium heeft drie vaste evenementen. Kroeshaar Festival, dat elk jaar terugkomt. Black History Month Belgium in maart. En er is dan ook een African Ball, maar wegens corona nu gaat het niet door. Het thema van dit jaar is archiving the past and the future. Dus we kijken terug naar het verleden en hedendaags. Dus, en we brengen dat dan samen en we willen het allemaal bijhouden. En dan in de komende maanden echt een archive van onze activiteiten, onze evenementen allemaal samenbrengen tot één, ding. Ik ben deel van de communicatieteam als stagiaire. En ik help met het organiseren van evenementen, het posten. Aangezien ik gespecialiseerd ben in marketing en het heeft ook te maken met mijn opleiding. De radioshows, we werken samen met Studio Brussel, met verschillende artiesten, zwarte artiesten hier in België, hosts ook. En dus wat gebeurt er dan? Ja, hier in Arenberg houden we dat dan allemaal. Dat gebeurt hier allemaal. Aangezien het heel maart was, hebben we elke week een nieuwe host. Verschillende artiesten die we dan een beetje meer erkenning willen geven. Kroeshaar Festival heeft dan te maken met Afrikaans haar. Dus onze natuurlijke haren. De African Ball was dan een evenement waar er dan eigenlijk ook een bal is. En mensen komen dan aangekleed in African attire, dus kleding vanuit Afrika, wax en zo. En het was echt zo een sociaal evenement. En buiten dat dan ook, zoals ik al zei, evenementen creëren, in contact gaan met artiesten, zwarte artiesten hier in België, om ze meer status te geven, dat ze ook gezien worden. Echt alles wat te maken heeft met uplifting black people. Roze noot, dat wij gezien werden. Dus we zijn begonnen met kleine dingen, kleine evenementjes, organisaties. En we wilden verder gaan. We wilden niet dat het beperkt bleef, maar we wilden echt verder groeien naar een grotere organisatie die ook herkend en gerespecteerd wordt. We zagen bijvoorbeeld de andere organisaties, dat dan geen zwarte organisaties waren, dat ze sneller herkend werden misschien en ook sneller doorgroeiden, maar dat zwarte organisaties hier in België dan minder serieuzer genomen werd. Black Lives Matter, het is automatisch gelinkt naar Black History Month, want het heeft ook met ons te maken, ons zwarte mensen. Want het is een soort van protestatie, van te tonen van wij zijn er ook, wij verdienen ook rechten, zoals onze medemensen. Het is sowieso gelinkt met Black History Month, aangezien het ons ook aanspreekt. Als er iets gebeurt rond racisme, dan spreken we het wel aan en maken we er dan ook statements over. Want het is iets dat we niet stil over mogen blijven. Het is de bedoeling dat we zoveel mogelijk informatie of gewoon in het algemeen een beetje education kunnen meegeven. Racisme, of ik het persoonlijk heb meegemaakt. Persoonlijk heb ik het zelf niet meegemaakt, maar er waren momenten waar ik erbij was dat iemand anders het wel heeft meegemaakt.
Vroeger persoonlijk wou ik er niet echt op ingaan. Ik was niet echt self-aware zoals ik vandaag ben. Maar de laatste keer dat ik zoiets heb meegemaakt, het was dan alweer niet persoonlijk direct naar mij, maar over iemand anders, heb ik het wel aangesproken. En sindsdien, als er zo'n ding, als er racisme rond mij gebeurt of dat ik het zie of dat iemand anders het meemaakt, spreek ik het wel aan. Dit kan eigenlijk niet door blijven gaan, dat we zo'n dingen zien. We maken het mee en we zeggen niks. Dus sindsdien heb ik echt ook gezegd van ik ga er een persoonlijke opdracht van maken om er meer op in te gaan, meer erover te informeren. En gewoon ja, voor mezelf opkomen, voor mensen zoals mij op te komen, want ja, dit is helemaal niet oké. En we moeten beter doen als mensen gewoon.